pikante bloemkoolbolletjes. Hoe maak je het? Ik gebruik een halve bloemkool. Ik was eerst de bloemkool en dan ga ik het goed raspen. Die aardappels heb ik al gekookt. De aardappels zijn mooi zacht. Die aardappel gaat bij de bloemkool met uien, chili, knoflook, koriander, komijnzaad, kurkuma, zout. Voor de binding heb ik maïzena gebruikt. Goed door elkaar mengen. Ik heb even een half uurtje rusten. Dan heet ik olie in de pan. Dan ga ik de balletjes bakken. Ik eet het graag met chutney, maar je kan ook voor kiezen om een andere dipsaus te nemen. De balletjes zijn mooi krokant gebakken. Ze ruiken super lekker. Verse koriander eroverheen. Ga er snel eentje proeven. Super lekker.